Morning! Yoga Teacher Training, dag 27 alweer. Ik was vanochtend gewoon vergeten mijn wekker te zetten. En werd uit mezelf om 4:45 wakker. What is happening? Ah, deze techniek. Ja? You're sitting there, keeping the arm side of the... And want to come here. Okay. See. Yeah. That measurement is important in the beginning. Yeah. And come to one side, then up. Come to other side. And up. Yeah. Then lock this. Want to come like this. Yeah. All the bad day. Head posture. Mm-hmm. Then come down like this. And to one side like this. Yeah, this feels good. Come to this side, all the pressure this side, yep. And other arm. Oh, I already did. Keep straight. Yep. Straight and breathe, take the balance on there. Er is dus een houding dat je letterlijk alleen op je hoofd staat. Geen support van je armen, helemaal niks. Je armen gewoon langs je lichaam. Die ben ik nu aan het oefenen. Op zich, mijn nek voelt helemaal prima. Dat is het niet. Ik heb alleen gewoon niet de balans. Elke keer weer nieuwe realisaties. De les van vorige week, toen ik zo kwaad werd, is... Ja, Nadine die kwam er mee. Ze zei, weet je, je hebt in je leven zoveel dingen gedaan die in één keer gelukt zijn. En nu is het gewoon je ego bashing, omdat het niet in één keer lukt. En daarom komt je ego zo in opspraak. Of tenminste, daarom is je ego zo woest. En ik dacht echt... Je hebt gelijk. I don't like it. Ik heb Saatje net gevraagd wanneer we eindigen. Dat is dus aanstaande vrijdag, de 30ste. Ik denk dat ik dan nog 2 dagen blijf. Gewoon yoga doen. En maandag naar Mumbai vlieg. In Mumbai ga ik iets super, super, super spannends doen. Wat echt wel op mijn travel bucketlist staat. En dat is couchsurfen. Wat dat is, leg ik je later even uit wanneer ik je ook laat zien bij wie ik ga slapen. Ik kan het zien. Maar is mijn head... Hi, I asked you if you wanted to ask some questions to my yoga teacher, Saji. Oké, ik ben oprecht benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden, want het is een heel abstract niveau waarop hij dingen uitlegt. Dus als je zegt van hoe ga je om met liefde, als je iemand houdt, dan krijg je gewoon een heel, hoe zeg je dat? Ja, gewoon abstract antwoord. Dus moet je maar voor jezelf eruit halen wat hij precies bedoelt. Maar ik denk dat jullie er wel slim genoeg voor zijn. Ik ga je zo de selfie-camera van Kurumi laten zien. Die camera is amazeballs. Er zit echt een vet filter overheen. But of course. Hallo Luna. Hey. Oké, ik ga even checken of je het kan zien. Dit is echt een amazing camera. Ze was net foto's aan het maken. Kijk nou, mijn gezicht. Het is flawless. Hashtag flawless. Door de filter van die camera. Hoe awesome is dat? Roberto zegt net, dit is een Tulsi plant. Ik heb nog nooit een echte Tulsi plant gezien. Hij zegt serieus, elke Indiaans huishouden heeft een Tulsi plant. But it's amazing. We waren aan het mediteren, maar na een uurtje ligt iedereen helemaal voor pompjes. Even kijken. Luna ligt daar. En Roberto ligt daar. Gewoon echt even een tukkie te doen. Net ook even heel ongelegen hier of zo. Zo chill. Het is echt crazy. Ik leer hier elke dag iets nieuws. En ik heb ondertussen alweer zoveel realisatie gehad. Maar de belangrijkste van vandaag die kwam van Luna. Die zei, alles wat jij ervaart is het omgekeerde. Dus op het moment dat jij moeite hebt met bijvoorbeeld nee zeggen tegen andere mensen. Komt dat omdat jij eigenlijk zelf er niet van houdt om nee te horen. En dan denk je dus dat andere mensen dat ook hebben. En dit is zo waar. Zo waar met heel veel dingen. Ik neem morgen een video ook met Luna. Het is ook echt een super wijze geest. So we're going to do basic stretching. Put your left arm on your left thigh. On the left thigh. Lift the head. And support the head with the right arm. Now lift up the left leg. Bend the knee. And grab the toes with the left arm. Inhale. And gently stretch up when you exhale. Now inhale, lift up the left leg. Bend the knee. Grab the toes with the left arm. Stretch up and to the side.
Right arm remains on the right thigh. Food. We hebben rijst, die soort van noedelpannenkoekjes die ik ook eerder had gegeten. Tomaten en daal met mandjes ook nog. De stroom is weer eens uitgevallen. Oh, the joy. Oh, the joy. Ik ga bij een mancoat surfen. And he's looking for a bride. Nee, hij woont samen met zijn moeder en hij is advocaat in Mumbai. En hoe heet dat? Hij heeft echt meer dan 100 reviews, ook echt allemaal van solo traveling ladies. Dat hij gewoon echt een hele aardige gast is en gewoon zijn huis openstelt voor toeristen en zo. Hij is gewoon een hele goede IT'er die gewoon 100 filmpjes heeft aangemaakt. Ja. Nou, nee, oprecht, ik heb daar ook over nagedacht. Maar ik dacht van, wat als ik daar kom, ik laat gewoon sowieso jou weten en ik geef jou zijn telefoonnummer en zijn adres en alles. En als ik daar kom en er is iets mis of zo, nou, het ergste wat er kan gebeuren is dat ik naar een hotel toe moet of zo. Hoe ik het zie. Ja. 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 Dus dat. Wat kost het dan? Is het goedkoop? Nee, het is gratis. Wat zei? Het is gratis. Ik ben mijn ticket naar Mumbai aan het boeken. Moet je hier kijken, wat is dit? Cute fee? Krijg ik een heel cute vliegtuig of zo? Ik ben aan het FaceTime met Stefan en hij wilde dus nooit in beeld. Maar vandaag had hij dus een hele, hele bekende artiest ontmoet. Dus ik vroeg van, joh, heb je geen selfie met hem gemaakt dan? Toen zei hij, nee, dat is niet mijn ding, bla bla bla. En toen zei ik zo, ja, ik weet al hoe jij denkt. Jij denkt, hij moet een selfie met mij maken. Zo ego is hij wel. En... Of wacht. Krijg ik een hond of een kat op schoot? Dat zou wel awesome zijn. Dan betaal ik wel echt dolgraag een cute fee van 50 roepies. Toen zei ik, ja, als hij dus een selfie met jou had gemaakt en je had getagd als Care Bear Lazy Ass. Stefan heet Care Bear Lazy Ass op Instagram. Maar hij plaatst dus nooit foto's. Dat account heb ik voor hem aangemaakt. Dan had je dus echt een foto van hem gezien. Want dan had die artiest had hem al getagd als Care Bear Lazy Ass. En toen zei hij zo van, ja. En misschien heb ik dan straks ook 10.000 volgers. En bij 10.000 volgers, zegt hij, dan plaatst hij zijn eerste foto van zichzelf. Oh nee, alleen van je voeten toch, of zo? Van mezelf. Echt van jezelf? Van je gezicht ook? Ik ga hier nu alleen over de specifieke details van hoe die foto eruit gaat zien. No. Maar van je gezicht ook? Ik zei, ik laat geen details los. Ja, dag. Dit is een hoax. Hij gaat dan een foto van zijn hand plaatsen of zo. Dat ik nog niet aan die optie heb gedacht. Gewoon 10.000 volgers kopen. Als verjaardagscadeautje of zo. En dan moet je een foto plaatsen. Oké, voor het geval je er nog nooit van gehoord hebt. Couchsurfing is een website die mensen bij elkaar brengt. Locals die ergens wonen en reizigers op hun bank willen laten slapen. Wat is nou het voordeel hiervan? 1. Je betaalt niks voor je overnachting, lijkt me duidelijk. Maar je komt natuurlijk al direct met een local in contact die je ook meteen zijn stad kan laten zien. Kabir Khan, dat is een jongen. En hier kan je ook zien dat hij 106 positieve referenties heeft. Zoals Stefan al heel grappig opmerkte. Hij kan ook gewoon IT'er zijn en die referenties zelf allemaal verzonnen hebben. Dat kan. Alleen die site is er wel heel strikt op de opbouw van referenties. Ik heb er gewoon een heel goed gevoel bij. En hij zei, weet je mag gewoon 5 nachten blijven, wat uitzonderlijk is. Want moet je eens voorstellen dat iemand bij jou gewoon een vreemde 5 nachten op de bank slaapt. Wie van jullie heeft wel eens een couchsurfer gehad? Of wel eens couchsurfer gedaan? Ik heb nog nooit gedaan en dit wordt mijn eerste keer. Ik heb er heel, heel, heel veel zin in. Het lijkt me echt heel leuk. Ik ben even naar jullie comments aan het kijken op de Engelstalige vlog en hashtag blessed. Ik kan me gewoon geen betere mensen wensen die naar mijn vlogs kijken en die zo achter me staan. Super lieve feedback. Ik ben het er helemaal mee eens. Op dit moment is het in het Engels gewoon iets minder spontaan. Maar ik moet het ook gewoon wat vaker doen. Want dan... Het voelt zo raar. Weet je, ik praat natuurlijk altijd gewoon zo tegen jullie. En dan ineens moet je in het Engels gaan praten. Maar ik denk dat dat wel gaat wennen voor de mensen die het niet heel fijn vinden. Ik snap het, I get it. Maar zoals een spiritual farmer comment al zei, die zei van, oh, ik vind het zo vet, want ik kan nog niet zo goed Engels en ik vind jouw video's sowieso leuk. Dus dan kan ik automatisch meer Engels leren door jouw vlogs te kijken. Dus zo kan je het natuurlijk ook bekijken. Als je het echt niet leuk vindt, sorry,
daar kan ik oprecht gewoon niks aan doen. En ja, misschien vind je het leuk om de beelden te kijken of zo. Kijk het gewoon aan, want ja, misschien valt het wel mee of ga je er juist beter Engels door leren. Maandag gaan we naar Mumbai. En ik denk dat ik vanaf zondag of maandag ga beginnen met volledig in het Engels vloggen. Morgen weer een dag vol met yoga, nog 3 dagen te gaan. Vet lekker. 5 minuten later.